Osondina. Ligt aardig wat ruimte. Dordrecht speelt toch vrij makkelijk onder die druk uit. Schot dan van ver. Maar dat kan wel vrij gevaarlijk zijn. Prachtige trap op de lat van der Sluis. Hij krijgt de ruimte. Het is een fractie te hoog. Holtschik. Scoort doet hij nog niet kwijt. Nou, nu wel. Schitterende actie van Holtschik. Dan ook de voorzet. Ah, dan probeert hij het zelf te doen. Daar leek de ruimte dan weer niet voor te zijn. Maar wel een prachtige actie van Bilal Holtschik. Van der Sluis. Andere kant ligt ruimte. Krijgt hij de bal daar? Nou, ja, dat krijgt hij zeker. Maar dan had Osondina de bal nog even goed moeten raken. Bij de tweede paal. Ook niet goed geraakt door Haan. Holtschik. Hij legt hem perfect op het hoofd van Muren, zeg. Heerlijk doelpunt. En speelt Volendam tegen Dordrecht. Dan moet je hem dus in de gaten houden. En dat vergeet Dordrecht hier even. Derde doelpunt van het seizoen voor Robert Muren. En een fijne vrije trap ook van Holtschik om die mogelijk te maken natuurlijk. Holtschik. Leliendal gaat schieten. Oh! Hij had er zomaar in gekund. Nu is het buitenspel. Los van het feit dat hij hem niet maakt. Muren. Bossin reageert totaal niet op het schot van Leliendal. Veerman begon in buitenspelpositie. Maar ja, bij een doeltrap kan je geen buitenspel staan. Handig daarvan gebruikmakend dus. De Haan. Nu een voorzet op maat. Dan is Veerman daar. Dan is Muren daar. En dan is hier Holtschik. En dan is daar dus de 2-0. Muren en Veerman. Een van die twee. Hij vindt Veerman dan via Mbemba bij toeval die bal precies daar waar Holtschik hem wil hebben. Dan raakt hij hem heel lekker. Goed afgemaakt in de korte hoek. Osondina. Oh, hoe gaat dat? Curiel, ja, wil meteen ook weer gaan staan. Omdat hij door heeft, misschien gaat Dordrecht wel verder met voetballen. Maar dat hoeft echt niet. Hij mag wel even verzorgd worden. Krijgt die bal vol in het gezicht. Zo. Daar is Holtschik weer. Dat doet hij achteruit. Holtschik naar binnen. Naar binnen en... Oh, binnenkant paal! Wat speelt Bilal Holtschik een ongelooflijk goede wedstrijd. De Haan. Veerman. De Haan. En geen derde. Plat. Veerman. Als Dordrecht nog terugkomt in de wedstrijd, en dat is met deze stand natuurlijk niet uitgesloten, ligt dat aan de manier waarop Volendam met alle kansen omspringt. Zandbergen. Slim gespeeld. Haan. Naar Osondina. En dan is het. Dan is het. Lauwers. En geen 2-1. Bal richting Van der Avert. Die probeert hem over Lauwers heen te koppen. Nou, dat lukt ook. Lauwers moet die bal nog net even onder de lat wegtikken. Anders is het 2-1. Osondina. Ja, zo kan het ook. Zo kan het ook. Maar daar is Lauwers weer. Holtschik. Daar is een uitstekende redding van Bossin. Mbemba raakt hem nog. Maar kijk dan de vrije trap. Neemt Dordrecht snel. Hoe handig is dat? Nou, niet handig. Maar hij zit er nog niet in. Nu dan Veerman. Nee. De Haan. Volgende kans Volendam aanstaande. De Haan zelf. De Haan zelf! Maar ja, daar is hij weer.
Bossen. En dit is een publiekswissel. Beste man van het veld, Bilal Ontjik. De absolute uitblinker. De bal blijft hangen en is uiteindelijk voor Dordrecht nog een schot. Binnenkant paal, ja. Tot twee keer toe dus lat en nu dus de paal geraakt. Door Van der Sluis, Leliendal. Maar die loopt zich vast. Nee, dat wordt er ook weer niet goed uitgespeeld. Het eindigt in 2-0. Het had 6-7-2-3 makkelijk kunnen worden. De beste heeft gewonnen. En de beste was vandaag Volendam. En de beste op het veld ziet u